Zo, voor de laatste keer 538 Greatest Hits presenteren. Ik zit nu in de studio en als ik zo direct om 12 uur klaar ben, dan is het een kwestie van koffer inpakken, malaria pillen nemen, afscheid nemen van mijn familie en mijn vriendin. En dan morgenochtend heel vroeg op Schiphol zijn voor de reis naar Sierra Leone. Inmiddels onderweg vanuit Freetown dan van Sierra Leone naar de plaats, dorp, stad, McKennie. Geen idee waar het is. Zodra je zo'n dorp binnenrijdt in Sierra Leone, dan weet je, hier zijn de kinderen de baas. Of ze moeten het op zijn minst worden, want 50% van het land is jonger dan 20 in Sierra Leone. En dat is bizar, zoveel kinderen als je daar ziet lopen. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zij zijn jongeren, zij zijn degene die nu moeten gaan werken om het land weer een toekomst te geven. Expressie en creativiteit zijn heel erg belangrijk, zeker in het werk van Woordtelt, omdat je op die manier gevoelige onderwerpen kunt aanhalen. Dat kan kinderarbeid zijn, dat kunnen verkrachtingen zijn, dat kunnen de gebeurtenissen uit de oorlog zijn. Dingen die niet goed gaan in de huidige samenleving. Performing for Peace is een vrij simpel proces van een toneelstuk wat geschreven wordt door en gespeeld wordt door en aanschouwd wordt door jongeren in de community. En ook de volwassenen worden daarbij betrokken. Kinderen zijn bezig met een toneelstuk waarin ze in de rol van iemand anders kruipen en daardoor dingen kunnen zeggen die ze in het dagelijks leven helemaal niet tegen hun ouders of tegen de beleidsmakers kunnen zeggen. Ik heb meegedaan aan Performing for Peace als stamhoofd en dat was een bijzonder leuke ervaring, moet ik zeggen. Dat is mooi. Ging dansen als stamhoofd. Dat ze echt met z'n allen vreselijk moesten lachen. Van, hey, moet je die westeling daar nou zien? Maar het voelde heel erg alsof ik thuis met mijn vrienden was. Ik was daar wel welkom. Dat vond ik mooi om te zien. Ja, ik had een hele specifieke rol in een van de workshops. Ik mocht de burgemeester van het dorp spelen. Ik kreeg netjes een jasje aan. En ik kreeg een stapel papier in mijn handen geduwd met de tekst erop. En ik was uiteindelijk degene die de kinderrechtenwet in ontvangst nam. En ook plechtig moest beloven dat ik me aan de wet zou houden en de kinderrechten in het dorp zou respecteren. I willingly give my word. To work in the best interest of children in my chiefdom. Ik speelde dat, maar de burgemeester van het dorp zat ook in de zaal en die heeft dus ook wel gezien hoe die het zelf in ontvangst moest nemen. Ik heb hem een klein voorbeeld gegeven. Het is ontzettend belangrijk dat het hoofd van een stam erbij is om de problematiek onder zijn neus geschoven te krijgen. Maar ondertussen kan er wel gevraagd worden van, hey, je hebt iets beloofd, wanneer ga je dat nou waarmaken? En dat vanuit een rol, heel makkelijk. Wat Sierra Leone vooral bij mij teweeg heeft gebracht is dat ik anders ben gaan denken over goede doelen. Over het werk van Woordchild. Je denkt al gauw van, ja, het is Afrika. Wat kun je daar nou doen? Druppel op een gloeiende plaat. En ik weet nu echt wel zeker, en dat is ook misschien wel de reden dat ik daarheen wilde. Ik wil nu eens met eigen ogen zien, wat gebeurt daar en waarom is het zo ontzettend nodig? En dat is wel gelukt. Doei! Doei jongens, doei! Voor maar 12 euro, dat is een eurotje per maand, help je één oorlogskind. Doneer nu, dankjewel.